een zijkant, hè? Die oor, wilt u die oor, gedekt of oorvrij? Oorvrij. Graag. Oorvrij, ja. Is goed. Dat gaan we doen. Koeresh Rahadari is 2 dagen in de week vrijwillig als kapper aan de slag bij de buurtontmoetingsplek. Ze komen naar hier toe, naar mij, en ik ga hem knippen en blijer maken en mooier maken. En een van zijn klanten is Rita Florijn. Zij werd eerst door een vriendin geknipt. Toen heb ik gehoord van dit. En toen dacht ik van, hé, dat is wel een mogelijkheid voor mij. Want dat scheelt in de kosten? Dat scheelt in de kosten heel erg. En je hoeft er niet zo heel erg voor te sparen. De buurtkapper is een initiatief van de wijkbewoners zelf. Het is de enige buurtontmoetingsplek in Leiden met een kapper erbij. Als je geen geld hebt naar de kapper, ja, dan zie je er ook niet zo goed uit. En dat doet ook weer wat met je zelfvertrouwen. Dus op deze manier helpen we mensen om weer... Ja, iets te doen aan hun zelfvertrouwen. En een kapper is natuurlijk een plek waar je elkaar ontmoet. En dat is natuurlijk ook hartstikke belangrijk. Het is best wel prettig om even lekker bij zo'n kapper te zitten. Een praatje maken. En je komt ook uit je huis. En ja, daarom heb ik het ook gedaan. Ik ken mensen die al jaren niet kunnen naar de kappers gaan. 10 jaren zelfs. En ze komen hier en ze gaan hun eigen verhaal vertellen. En je krijgt echt tranen in je ogen. Dus dat maakt jou ook blij als je dan iets moois kan doen? Zeker weten, zeker weten. Dat doe ik van mijn hart. En ik wil het graag mijn hele leven dat blijven met doen. Zolang als ik ook werk heb, dan ga ik het ook doen voor de mensen. Tot wanneer mijn handen te kunnen.